Yo. Yo, daar zijn we weer. Ja. En Part 2. Leuk dat je kijkt weer, man. Leuk dat je kijkt, jongens. Hey. Money. Financieel vrij worden. Vind je dit nou leuk, weet je? Financieel vrij te worden. Ja. Dan ga je echt van alles over lullen. Ja. Kijk, echt van alles gaan we over praten, jongens. Financiële stappenplannen. En traden, bitcoins. Hoe word je het snel rijk? Dat kan niet. Zal ik jou vast uit je droom helpen? Zo, die uit naast. Deze. Kijk eens even. Ja, die wil sporten met ons. Die wil sporten. Is wel even leuk. Is even leuk, hè? Ja. Een kleine bak. Huppa. Yep. Nou, gaat er snel op. Ik denk het ook. Maar het is wel een mooie bak, hoor. Ja. In ieder geval, wil je nou ook geld verdienen? Nee. Wil je nou ook geld verdienen? Koop onze cursus? Ja. Nee, dat gaan wij niet aansmeren. Nee, weg, dat is allemaal nep, jongens. Trapt daar niet in. Trapt daar alsjeblieft niet in, want al die informatie kan je gewoon op internet vinden. Ja. Het duurt misschien wat langer, maar ja, je hebt genoeg tijd, want waarschijnlijk zit je gewoon thuis op de bank zak chips te veten. Ja, en neem gewoon echt dingen serieus, zoals een YouTube filmpje maken, ja, man. Dat soort dingen. Volg je passie. Ja, man, zie ook dingen als je ergens mee start. Echt als een business, echt een groot bedrijf dat jij runt. Ja. Ga niet zeg maar. Ga niet klein half denken. Werk. Niet klein denken. Jongens. Niet klein en niet half werk. Goed zo. Ga er echt voor. Ja, want je moet er echt voor gaan. Je moet het ook kunnen voelen. En je moet het kunnen inbeelden. Dat je denkt. Je moet het ook voorzien, hè? Dat je al in een Lambo rijdt en dat je gewoon monies maakt. Ja, man. Dat soort dingen, weet je wel. En blijf geloven dat het ding ook gewoon. Je moet erin blijven werken. Ja. Jouw project gaat werken. 100%. Ja. Je gaat er alles aan doen om het te laten lukken. Dan lukt het uiteindelijk, jongens. Eigenlijk wel. Dat is het. Dat is de key, zeg maar. Dus. Laat dan dus, als ze toch die comments misschien aan laten staan. Ja, comments laten we even aanstaan. Ja, is leuk. Zet dan in de comments gewoon wat jouw plan is. En wij gaan gewoon allemaal supporten, we gaan jou allemaal likes geven. Juist, we gaan jou likes geven, we gaan commenten. Ja, man. En als we echt goed gaan, dan willen we jullie ook wel helpen met je project. En misschien gaan we wel giveaways geven, als jullie dit luisteren. Ja, man, misschien binnenkort. iPhones gaan we weggeven. iPhones, laptops, wat jullie willen. Geef ook in de comment aan wat jullie leuk vinden om te krijgen. Want we willen natuurlijk wel dat jullie ook gewoon echt je passie achterna kunnen gaan, weet je. Ja. Kijk, wij doen dat nu ook, maar ja, wij moeten eerst wel hard knokken voor die apparatuur, dit, dat. Maar op zich, weet je, waarom staat de camera nou zo scheef? Of wat is dit dan? Scheef? Of is dit gewoon de weg, joh? Nee, joh. Huh? Hoe wordt die? Zie je dat? Huh? Hij stabiliseerde even. Oh, ik zie nu pas, jongens. Oh. Nou, sorry, jongens, voor de camera. Ja, zo. De GoPro 10 is nog niet zo goed als het lijkt. Nee. Dat was alleen maar 400 euro, dus het valt op zich wel mee. Valt mee, dus hè. Je moet iets investeren. Ja, man, om scheef beeld te krijgen. Om scheef beeld te krijgen, ja. Iedereen zweert altijd bij een GoPro. Ja, dat ding is goed. Ondertussen staat gewoon scheef te filmen. Zoals nu. Ik zit gewoon recht te filmen, jongens. Dit is recht. Kijk, mijn hand is niet recht meer. Maar het is helemaal scheef. Hoe kan dat nou? Ja, ik weet niet. Ah, ja, boeien. Hou het goed. Jongens, Houd die camera. Sorry, even schudden, hoor. Even schudden, schud met de camera. Hup, hup. Hup, hup. Oké. Barba-truc. Barba-truc. Hup, hup. Barba-truc. Ja, het maakt ook niet uit. Het gaat ook gewoon om de... Ja, je moet het ook maar gewoon luisteren. We hoeven niet per se het beeld te kijken, want... Ja, misschien vind je het wel leuk. Ja, lekker op de achtergrond zo een weggetje. Ja, man. Misschien als je het tweede scherm ziet, zo... Aan de zijkant zo af en toe ons rijden, zo in het scherm. Ja, dat je een beetje op de achtergrond opstaat. Ja, man. Lekker zo. Misschien... cruisen. Misschien brengen we dit ooit wel uit op Spotify of zo. Deze vlog. Nee, of op andere kanalen. Deze podcast. Weet je, Apple Music, dit dat als podcast, soort van. Of een 10 minuten soort van muziekie, maar ja, podcast. Ja, je hebt natuurlijk ook dat platform, heet Spotify, hè, zoiets. Spotify. Ja, man. Ja, hij is wat ouder. Nee, oh ja, ik ben wat ouder, jongens. Nee, dat horen jullie wel. Nee, joh, Spotify. Nee, dus dat is gewoon... Dat gaan we heel misschien doen. Dat gaan we heel misschien doen. Kijk, als dit echt heel goed gaat, deze podcast... Ja. Waar ik aan twijfel, ik heb geen idee. Nee, dat twijfelen we aan gewoon. Weet je? Het gaat waarschijnlijk niet op tonnen views gaan harken, dat snappen we ook wel. Nee, kijk. Het zou wel grappig zijn. Het zou wel grappig zijn. Ik vind deze er fijn op. Ja. Twee boys in de auto lopen te praten over alles en nog wat, hoe je financieel vrij kan behalen. En dat we denken, hè? Ja, man. Nee, joh, dat is wel grappig eigenlijk, weet je wel. Ja, man. Eigenlijk wel leuk om te kijken.
Lekker op de achtergrond. Ja, een beetje droog zo. Beetje, ja. Zo elke keer een part, 10 minuten per 10 minuten part, gewoon lekker die playlist aanklappen, ja, jongens. Dat is wel even lekker. Gewoon een beetje kijken, even goed behoorlijk. Ja, want zo, ik weet nog wel dat wij dat trainen gedaan hebben. Jongen. Dat trainen, dat lijkt ook zo makkelijk, jongens. Ja, oh ja, dat hadden we het over net, hè. Trap niet in die cursussen. Ook dat, en dat weet trainen. Je wel, het klopt toch allemaal niet. Als bijvoorbeeld iemand, zo, oh, dus, ik snap er niks meer van, joh. Zie je dat? Oh ja, zit hij nou recht? Nee. Hoe stabiliseer je dat ding dan? Moet je op mode klikken of zo? Nee, op het scherm kan je drukken. Of omhoog swipen of zoiets. Omhoog swipen? Naar beneden swipen. Zijkant? Zo kan ook niet. Oh. Nee, ook, maakt ook niet uit. Laat hem lekker. Jullie doen het maar met scheef beeld. Jullie doen het maar lekker met scheef beeld. Ja, man. Ik zit hier ook gewoon net met mijn handje omhoog. In de auto, 10 minuten lang constant. Is die wel scheef? Nee. Oh, nu net. Oh. Ging er niks scheef. Toen jij die bochten ging maken. Oh. Dan gaat de camera zo. En dan... Dan wilt hij hem recht houden. Soort van. Maar dan gaat hij helemaal scheef. En dan blijft hij scheef. Ja. Heel vaak. Zo, wat een mooie wolken eigenlijk ook, hè? Ja, man. Ik zie zo paars. Heerlijk. Kijk hoe weinig wolken. Ja, voor jullie op beeld is heel klein. Voor ons is... Kijk, ja, het is nou helemaal helder lijkt. Het is ook helemaal helder hierboven. Welke wolk heb je het over? Daar in de verte. Oh. Zo, een lange streep van de wolk. Echt, hè? Maar ja. Oh ja. Hoeveel keek... zitten we nu? Bijna 7, joh. Gaat 7? Hard, hè? Gaat wel heel hard, ja. Ja, man. Maar ja, koop geen cursus. Het is allemaal poep. Tenzij die echt in de game is, weet je wel. Ja. Als jij echt weet van, oké, hij heeft een webshop. Hij weet hoe hij het precies wil moet doen. Ja. Kijk, als hij dan over... Ja, dat is nog geloof ik het niet hoor. Nee, want kijk, jij dat wel? Is een echte webshop, weet je wel. Als je dan aan mensen dropshippen gaat leren. Ja, kijk, jij weet wel hoe je die webshop moet opzetten. Waar je leveranciers misschien vandaan haalt. Maar, weet je wat het probleem blijft? Jij hebt natuurlijk niet die snelle levertijd. Dus klanten blijven wel klagen. Dat ook. En je moet heel veel geld investeren. Ja, het lijkt misschien makkelijk, maar... je hebt best wel wat geld nodig. Kijk, nu is een andere tijd dan in 2016 of 17. Toen misschien hun begonnen. Ja. Toen was het allemaal net zo wat goedkoper. Ja, en dan was het makkelijk. Facebook ads waren ook wat goedkoper. Niemand wist van dropshippen af. Nee, het was net allemaal nieuw. En, lekker hardlopen. Hoppakee. Lekker hardlopen, jongens. En Maar ja, in ieder geval. Als je het koopt. Koop het dan niet. Ja, maar start dan wel met genoeg kapitaal. Doe het niet met 300 euro op je bank. Ja, zorg dat je gewoon 3000 euro klaar hebt liggen. Ja, en dan kan je het ook echt starten. Ja. Dan kan je ook echt gewoon, als je bijvoorbeeld... Zoek gewoon als jij 20 zijn en je woont bij je ma of zo, bij je pa. Dan kan het wel, weet je wel. Ja, inderdaad. Dan kan het wel starten. Want dan heb je ook gewoon, dan kan je gewoon vrij nemen van werk. Hoef je niet te werken per se. Kan nog wel, een klein beetje, maar gewoon in ieder geval kan je wel echt goede focus zetten. Ja, ja, zeker weten, jongens. Ja, man. In de volgende part gaan we over traden praten. Traden, ja, ja. 10 minuten zit er al bijna op, dus ben je benieuwd naar traden? Hoe het bij ons allemaal geef een like, geef een comment. Geef een like, comment, bla bla en, bla. Je bla bla bla, let's go. Ja, jullie weten het allemaal wel. Vergeet ook niet te abonneren, jongens. En als we willen ook die abonnees zien. Ja, zeker. En kijk, als wij een webshop hebben en wij verkopen daar wat.